Elke dag verschijnen er nieuwe producten. Nieuwe smaken, nieuwe variaties of compleet nieuwe uitvindingen. Ik moet de komende 24 uur zien te overleven met alleen maar deze nieuwe producten. Elk nieuw product krijgt van mij een cijfer, zodat we aan het einde van deze video weten wat het beste en slechtste nieuwe product is. Laten we meteen beginnen. En ik ben alweer aangekomen bij plaats delict, oftewel de supermarkt. Tijd om alle nieuwe producten te kopen die ik tegenkom. Geef deze video terwijl ik de supermarkt leegkoop een duimpje omhoog. Want bij 20.000 duimpjes ga ik over een aantal maanden nog een keer op zoek naar de nieuwste producten. Abonneer je daarom gratis, druk op die rode knop onder deze video. We zijn hard op weg naar 1 miljoen abonnees. Tada! Twee tassen vol met nieuwe producten. En er zitten hele bijzondere dingen tussen, dus laten we heel snel beginnen met het samenstellen van een gloednieuw ontbijt. Dit product viel me meteen op en ik weet nog niet precies wat ik ervan moet vinden. Spinaziecrackers. Ja, dat klinkt heel erg gezond. Zou het dan ook groen zijn? Oh, ik had verwacht dat het groen zou zijn, maar dat valt heel erg mee. Eerst even proeven. Oké, gelukkig. Je proeft eigenlijk helemaal niets van de spinazie. Of ik moet misschien even een testje doen. Dat kan ook natuurlijk. Nee hoor. Die heb ik toevallig gisteren nog gedaan. Het is gewoon een cracker. Meer kan ik er eigenlijk niet echt over zeggen. Maar die gaan we beleggen met vegan paprika worst. Het ziet er een beetje chemisch uit. Een beetje flubberig plastic. Maar hey, het gaat natuurlijk om de smaak. Waarom kan ik nou nooit normaal eten? Het is wel heel erg lekker. Een ontdekking, ik kende deze nog niet. Deze krijgt van mij een 7,5. Ik heb daarnaast ook nog een Uno Penotti en daar staat heel groot nieuw op. Dus zonder palmolie en dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Heel eerlijk, ik proef het verschil niet echt, het is gewoon lekker. En je weet dan dat het zonder palmolie is. Mocht je het niet weten, palmolie zit in heel veel producten. Dat bevat heel veel verzadigd vet en dat is niet goed voor je hart en nog voor heel veel andere dingen niet. Dus ik vind dit wel een aanrader. Het krijgt van mij een 8. Maar het feestontbijt houdt niet op. Hier heb ik nieuwe mango passievrucht Optimel. Ja, gewoon lekker eigenlijk, zoals alle andere Optimels. Alleen niet per se heel vernieuwend of zo. Een 7. Maar deze zag ik ernaast staan. Optimel Limited Edition Speculaassmaak. Yoghurt met speculaassmaak klinkt niet heel erg als een succes in mijn oren, maar we gaan het proeven. Hier moet je echt van houden. En ik ben al verliefd op een andere yoghurt, denk ik. Want het is niet helemaal mijn smaak. Voor mij persoonlijk een 6. Ik ga het even allemaal opeten. En daarna is het tijd om een koffer te gaan pakken. Want we gaan op reis. Nou, heb jij nou ook je koffer gepakt? Ja, ik ga weg. Nou. Niet voor altijd hoor. Alleen gaan we dus niet naar hetzelfde. Er waren eigenlijk twee verschillende kanten die tegelijk vroegen of wij ergens heen wilden. Dus Thomas gaat nu de ene kant op en ik ga de andere kant op. Maar ja, ik ga maar voor 2 nachtjes. Ik maar voor 1. Oh, dan ga je mij missen. Zeker weten, maar ik ben met Paco, dus dat is hartstikke leuk. Oh, dan ga ik jullie missen. Rij voorzichtig. Dankjewel, dat zal ik doen. Jij ook. Tot ook 2 dagen dan. Ja. Zo. Tot over een paar dagen. Maar je hoeft Paco niet te missen, want kijk, ik geef er gewoon mee. Oh, hier ga ik mee slapen, Paco. Ben jij dan? Heel lief. Doei. Dag. Zo, Paco en ik zitten in de auto en we vertrekken nu naar een ander land. Een soort van dan. Nou, eigenlijk gaan we naar 2 verschillende landen. We gaan namelijk naar Zeeland. Dat is land 1. En daar ligt de plaats Kamperland. En dat maakt land nummer 2. We gaan daar naar een prachtig huis, dat zullen jullie zo meteen gaan zien. Maar voor onderweg heb ik wel een aantal nieuwe snacks. Om te beginnen deze salmiakbollen. Staat ook heel groot nieuw op. Als dit is wat ik denk dat het is, dan is het echt geweldig. Ja hoor, moet je eens eventjes kijken. Dit zijn gewoon die salmiaklollies, maar dan zonder het lollystokje. Ruikt lekker hè, Paak? Nee, dit is niet voor jou. Dit is heel erg lekker. Je moet wel echt oppassen dat je het niet in 1 keer doorslikt per ongeluk. Dan heb je denk ik wel een probleem. Maar het is wel lekker hoor. Ik geef dit een 8,5. En als drankje voor onderweg heb ik de nieuwe Focus drink gehaald. Van mijn YouTube collega's Don en Roy. In de smaak aardbei framboos. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Het ruikt in ieder geval heel erg lekker en zoet.
Oké. Ik vind deze smaak wel echt een stuk beter dan de andere smaken. Dit hebben ze goed gedaan. Mijn complimenten, jongens. Hij krijgt van mij een 8,5. Ik hoop dat dit mij de focus geeft om nu 1 uur en 46 minuten te gaan rijden. Ik zou zeggen, op naar Zeeland. Tijd voor een korte pitstop om op zoek te gaan naar een lunch bij een tankstation. Onderweg heb ik trouwens nog een voordeel ontdekt aan deze. Want ze gaan een stuk makkelijker open dan lollies. Want ik ben er altijd echt enorm mee aan het struggelen. Ik heb er nu 4 op. Ik merk wel dat mijn gehemelte kapot aan het gaan is. Dus ik moet nu wel echt stoppen. Ik hoop dat ze bij het tankstation iets nieuws hebben. Maar Paco blijft wel natuurlijk heel even in de auto. Dus ik zet de Tesla op hondmodus. Dan blijft het hier goed geventileerd in de auto terwijl ik eventjes 2 minuutjes weg ben. Bij de sandwiches zie ik helaas nog geen nieuwe producten. Oké, dit viel enorm tegen. Er waren bijna geen nieuwe producten. Hey. Er waren geen broodjes of andere normale dingen die je als lunch kan eten. Het enige wat me opviel waren deze cookies van Milka met Oreo-vulling. Er staat niet een nieuw logo op, maar ik heb deze eerlijk gezegd nog nooit gezien. Het ziet er wel echt hetzelfde uit als op de verpakking, dus dat is al een pluspunt. Nu nog de smaak. Het smaakt iets anders dan ik had verwacht. Ik had hem iets kleveriger verwacht. Of nou ja, dat hoopte ik eigenlijk. Want dat zijn echt mijn lievelingscookies. Het is wel een vrij droog koekje, maar door de vulling wordt het alsnog wel weer heel erg lekker. Is het echt Oreo? Dat haal ik er niet helemaal uit. Dus al met al geef ik deze een 7,5. Zeker lekker. Nou, dan gaan wij weer even verder rijden, hè, Paak? Je bent zo braaf, hè? Ja. Yeah. Spannend jongens, volgens mij zijn we er. Alleen even zoeken waar ik nou precies moet zijn. Nou, wat een doolhof hier. Ik zie nog helemaal niet waar ik moet zijn. Ik ben zelf natuurlijk ook nieuw hier. Ik zie het denk ik. Verdorie, wat gezellig. Nou. Kijk eens even, wat een mooie villa. Paak, ik heb jou nog helemaal niet verteld waar we nou naartoe zijn. We gaan logeren bij ome Richard. Bij Richard. Vind je dat leuk bij ome Richard? Ja, hè? Paco weet de weg volgens mij. Is hier de deur? Kijk eens. Oh, hij is gewoon open. Hallo? Wat een enge geluiden. Ik laat nu de hond los. Wat is dit nou weer? Knakworsten. Oh, nou, dan zit ik in ieder geval goed. Heb jij Richard gezien, Paak? Allemaal enge geluiden. Wat? Wat is dit? Oh, Paak, mag jij wel op bed? Hè? Wat een eng gedoe. Heel erg eng. Is er iemand? Wat een gezeik dit. Ik vind het helemaal niet leuk. Oh, kijk. Waar is Richard? Oh god, we moeten dus Richard zoeken. Paak. Richard. Richard. Oh, wacht. Richard, als je nu niet komt, dan eet ik je chips op. Ik doe het echt hoor. Richard? Nou, hier is niks. Richard? Ook niks. Daar viel iets. Wat een eng gedoe. En ligt daar ook een kreeft of een krab? Ik zie Richard's schoenen. We gaan hem proberen te laten schrikken. Want hij staat achter het gordijn volgens mij. Nou... Kunnen we dit gezeik niet gewoon uitzetten? Zo. Ik dacht dat Richard achter het gordijn stond hier, maar het was hem niet. Hè? Nu ben ik wel echt heel erg bang. Gadver, nu zie ik die bobbel hier pas. Wat een... Ja, grappig. Kom maar. Oh, dat is hem ook niet. Ah! Oh, wat erg. Oh, hallo. Echt niet leuk. Oh, je bent uit de kast gekomen, of niet? Ik heb het helemaal warm, man. Het was hier warm. Allemaal booby traps waren er. Ik ben er helemaal ingetrapt. Oké, even bijkomen. Welkom. Bedankt. Het is echt een heel erg mooi huis hier. Ondertussen zijn we helemaal gesetteld hier in het huis. Zelfs Paco mag al op de bank. Dus het is echt een droom die voor haar uitkomt hier. Maar het is ook wel even tijd voor nog een snack. Het is ook een droom die voor mij uitkomt. Ja, alles wat ik heb meegenomen voor jou.
Nee, Paak, niet voor jou. Persoonlijk vind ik Maltesers een van de lekkerste dingen om te eten tijdens bijvoorbeeld het kijken van een film. Maar nu hebben ze dus iets nieuws. Maltesers flats, oftewel platgestampte Maltesers. Dit klinkt wel een beetje alsof je de mislukte krijgt, toch? Of ja, niet? Wel een beetje plat. Ik wil ze zien. Ik wil ze ook zien. Oh, oh, ze zijn echt plat. Ja? Wow. Ga je nu ook plat praten? Het is allemaal lekker. Zo zien ze er dus uit. Ja, echt platgestampte Maltesers. Vind je het niet lekker? Maar ik ga hier echt plat van praten. U gaat hier echt helemaal plat van praten, hè? Heel slecht plat. Ze zijn er dus ook met orange smaak en daar staat echt nieuw ook op. Ik hou alleen niet van chocola en orange. Dat vind ik heel goor, dus ik vrees het ergst. Oh. Het is wel orange. Oh. Nou, ik ga dan echt voor de normale, hoor. De normale geef ik een 9, het hoogste cijfer tot nu toe, want ik vind dit wel echt top. Een 4. Ja, hè? Een 4. Ja. Ik vind het ook. Het is... Ja, als het je smaak is, oké, okay, maar ik hou niet van sinaasappel en chocola. Nou, Pacolina, je doet niet mee aan de challenge, maar je krijgt wel even wat lekkers te eten. Het is alleen niks nieuws. Een oud onderwoer. Nou, nee, het is hartstikke lekker. Kijk maar. Oké. Okay. Eet smakelijk. Het huis ligt trouwens precies achter de duinen. Hierachter is namelijk al het strand. Daar gaan we zo meteen gezellig eventjes met Paco heen, zodat ze daar lekker kan rennen. Maar ik moet natuurlijk wel genoeg drinken vandaag. En daarom heb ik een nieuw drankje ontdekt. Cola Zero met koffiesmaak. Wat? Dat klinkt echt heel erg bijzonder. Ik hou van coli. Ik hou... Coli. Auw, ik heb bloed. Auw! Ik heb me opengesneden. Ja, ben je ook toepassen? Ja, help! Hey, help, help! Eerste hulp bij onhandige mensen. Waar vind ik dat in dit huis? Wat een onveilige situatie. Slecht voorbereid ben jij op een ramp. Ja, ik weet het ook niet. Wat als de dijken doorbreken? Hey. Wat doe je dan? Oh, kijk, een blussteken. Ja, nee, daar hebben we veel aan. Een nadeel aan het huis hebben blijkbaar geen EHBO-kit. Maar goed, ik red het wel weer. Ik wilde zeggen, ik hou van koffie en ik hou van cola. Maar de combinatie, dat klinkt niet heel erg voor de hand liggend. Het smaakt een beetje naar Haagse hopjes, die snoepjes. Alsof je een mixdrankje drinkt. Daar lijkt het een beetje op. En dan met Haagse hopjes. Het is niet heel vies, maar ook niet heel erg lekker. Ik geef het een 6,5. En inmiddels zijn we op het strand. Of toch niet? Nee, inderdaad, we zijn er nog niet. Maar we gaan nu naar het strand. Paco, ben je er klaar voor? Gaan we naar het strand? Ga jij lekker rennen? Ja! 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 Nou, dit is wel even een heel erg leuk moment, want Paco is nog nooit eerder los geweest bij het strand. Vaak is het heel erg druk bij het strand en heel veel mensen herkennen mij en Paco dan. En dan is het gewoon niet heel erg handig als ze losgaat. Maar hier is het zo rustig dat ze gewoon lekker los kan lopen. En ik zie nog meer Paco's hier. Moet je zien. Ben jij dat, Paak? Ben jij dat? Nou, wat liggen jullie hier schattig op de bank. Lieve Paak, was zo leuk, hè? Ja. Inmiddels is het alweer donker, jongens. Hoe snel wordt het donker tegenwoordig? Dat betekent dat we avondeten moeten gaan regelen. Dus we gaan een supermarkt hier zoeken. Is hier een supermarkt? Ja, de Kamperland supermarkt. Nou. Ja. Nou, wat leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat voor nieuwe producten ze hier in Zeeland hebben. Doe echt alsof het een ander land is, terwijl het gewoon... Ja, Kamperland. Dus het is wel ja, een dat land. Is waar. En Zeeland, ja, ja, ja. Nou, wat geweldig. Oh, geen Kamperland tas. Wat leuk. Die gaan we meenemen op naar de supermarkt. Oh, we hebben de shoppingmall gevonden. Want kijk hoe mooi je auto kleurt bij deze winkel. Ja, het is fantastisch. En je outfit ook. Ja. Goed voorbereid. Anders had ik een andere auto gepakt vandaag. Ja, dat snap ik. Daar gaan we. Doe met de tas. Wat gezellig is dit nou. Nou, dit vind ik nou zo leuk. Dit is geweldig. Dit is nieuw. Dit hebben wij nog nooit op. Nee, maar er staat geen nieuw op. God. Ja, maar het is niet wat we normaal gesproken eten. Hier zijn we naar op zoek. Dit is ei... Zoete peper. Ja, maar ik weet niet of dat... Dat is niet mijn ding, denk nee, ik. Dus dan gaan we verder. Nieuw heb ik gevonden. Oh ja. Scare. Dit is helemaal niet nieuw. Dit is helemaal niet nieuw. Dit is een scam. Maar we nemen het wel. Want het staat er. Wel gezellig. In de vorige video kon ik deze niet vinden. Maar nu kunnen we hem alsnog testen. Eindelijk. Biggetjes ijs. Heb je iets?
één pizza nieuw. De spicy edition. Ik hoop dat ik het overleef. Wow! Wat? Wow. Heb je deze al gezien? Nee. Marshmallows. We kunnen met... Check hoe groot. Oké, deze is sowieso nieuw. Die nemen we mee. Hey, ben jij braaf geweest met je kerstspeelgoed? Oh, alsjeblieft. Wat een avontuur was het toch ook in de supermarkt. Maar we hebben behoorlijk wat nieuwe dingen nog gescoord. Onder andere deze nieuwe pizza. Dat is het toetje. Je bent benieuwd, hè? Nee. Ja. Oh, is die open? Het zijn dus marshmallows in de vorm van auto's. Dat is wel heel erg leuk gedaan. Oeh, heel zoet. Mmm. Ja. Een 8 zou ik het geven. Hoger. Een aanrader dit. Een 8,5. En dan gaat hij zo. Nee, ik val 3, 2. Oeh. Nou, dat ging heel soepel. Plop. Heerlijk, jongens. Nou. Dit zou dus echt heel erg spicy moeten zijn, dus ik ben heel erg benieuwd. Grote hap ook. Oh ja. Mm. Hij is inderdaad spicy. Even het pittige een beetje blussen. De fles is leuk, maar verder is het niet heel erg boeiend. Een 6. Even een update over de pizza. Ik verander mijn cijfer naar een 4, want het is gewoon niet comfortabel om deze te eten. Het moment is daar. Na een half jaar ga ik eindelijk deze proeven. Biggetjes ijs. Nou, het zit hier al in het bakje en zo te zien zijn er niet definieerbare biggetjes, maar ik zie wel wat stukjes. Zou het net zo lekker zijn als de snoekjes, want die vind ik wel echt heel erg lekker. Oké, daar gaan we. Nou, ik heb er lang op moeten wachten en ik vind het een kleine deceptie. Oftewel, ik ben behoorlijk teleurgesteld. Het is wel gewoon op zich een oké ijsje als je van heel erg zoet houdt. Maar de biggetjes haal je er niet echt heel erg uit en daarom krijgt het van mij een 6,5. Jammer zeg, hier had ik echt hele hoge verwachtingen van. Ondertussen zijn wij TikTok Lives aan het kijken en ons doel is om een liedje van mij te laten draaien door een livestream radio DJ. Dat moet gaan lukken. Want Richard vraagt overal mijn liedjes aan. Lijkt me gewoon leuk, kussen door het scherm. Kijk, Richard heeft mijn liedje aangevraagd hier. Nu is het hopen dat hij het gaat draaien. Dit is kussen door het scherm. Ja! Ja! Oh! Oh! Even een shout-out naar VoiceOver Frans. Ga hem volgen op TikTok en zeg dat je hem hebt gezien in deze video. Marcolina, kom je bij mij in bed? Dit is toch overduidelijk wel? Nee hoor, kijk, kom maar. Je snapt het ook echt, goed zo. Nou, wij gaan lekker slapen. Paak, zoek maar een lekker plekje, dat ga ik ook doen. En dan zeg ik welterusten, tot morgen. Een hele goede morgen. En ik zeg goedemorgen, want het is echt een prachtige ochtend. Moet je eens eventjes kijken, joh. Het heeft gewoon gevroren vannacht. Maar de 24 uur met nieuwe producten zitten er nu officieel op. Goed zo. En dan hebben we natuurlijk nog de onthulling van het beste product. En bij deze is het wat mij betreft de Malteser Flats. Maar ik heb nog zoveel producten over dat er vast binnenkort weer een nieuw deel hiervan komt. Abonneer je daarom zeker op mijn kanaal om dat niet te missen. En dan zie ik je volgende week donderdag weer met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doei doei.